Wat gaat lekker? Jouw intro. Hoezo, jij zou het intro toch doen? Oh. Oké, welkom bij, hoe heet deze map? Mystery of the Timekeeper. Ja, gemaakt dat heb je net gelezen, of... Gemaakt door Ezra en Beeple. Ja, die mensen. En ik ken Tiskorox 98, ga die map maar eens doen. Ja, dus we gaan kijken of we deze map een beetje kunnen ownen. Okay. En dan gaan we lachen. Hoogwaarschijnlijk. We gaan waarschijnlijk dood op het moment als er wat moet gaan gebeuren. En ja, we hebben hier alles een beetje doorgelezen. Als het goed is heeft Kelvin alles doorgelezen. A wonderful adventure. Je moet 38 tokens of seeking vinden, 12 tokens of solving en 6 of teamwork. Ja, dus we moeten ook tokens vinden. En die 6 van teamwork kunnen wij, omdat we met 2 doen, wel doen. En anders als je alleen zou je het niet kunnen doen. Nee, inderdaad. Exciting, danger, curiosity, puzzles, challenges, obstacles. Ja, we gaan gewoon maar naar de teamwork, animals, ja, en de rest, ja, succes. Oké, dus we gaan beginnen. Hij loopt ook gewoon over de... Oh, laat maar. Loop dan maar gewoon. Ja. Oh, your game mode is being updated. Is dit, button? Oh, ja. Niet op alle buttons drukken, dan gaat het mis. Er zou iets in die spijt. Oh, wacht. Deze is voor jou, alsjeblieft. Quick hem. Invalid book tag. Oh, wacht. Eternal darkness. Stunning on the horizon. Never quite. Talk to time steward in the clock tower. He might appreciate some help. If you can prove yourself trustworthy. Oké, dus we moeten eerst naartoe. Oh, wacht even. Zo zien die tokens eruit. Dus blaze powder, gastier en papier. Ja, yeah, oké. Invalid book tag. Oh, dat gaat lekker. Nee, die moet je openen en dan kregen wij, als het goed is, die dingen van die man, of heb je die niet gezien? Wat? Nee, ik drukte op die button thuis, daardoor gebeurde dat. Oh. Zo. Token overview, there about 50 tokens to be found throughout. Quick start guide. Ja, oké, dan... Oh, 56 for 2 players. Ja. Wat? Wat is er? 56 tokens. Vinden. Zoeken. They can simply be found by exploring. Dus zoeken. Oké, laten we gaan. Dus we moeten naar een of andere toren toe. Rustig. Ik ben nog even de token list. Oeh. Oh, mooi, ja, uitzicht. Okay. At the sun came up. Ja. Oeh, ja, Kelvin! Wat? Toren. Oké, rustig. Wat, heb je nog een boek? Wat voor boek? Gewoon een boek. Ik heb 2 boeken. Token overview en token list. En ik heb quick start guide. Oh, mag ik die quick start guide nog? Want die van mij deed het niet. Ja, die van mij ook niet. Oh. Maar ik neem wel mee. Oeh. Ja, oké, dan hebben we allemaal de boeken gelezen. Nou, Kelvin. Oké, dan gaan we weer. Greetings. You really should run along or speak to time. Ja, dat is al eerder gezegd. Come and see again after me. Ja, we komen nog wel een keer naar jou toe, maar eerst gaan we hier ding deze chest heet ook gewoon wet binnen. Wat ben je allemaal aan het zoeken, Kelvin? Dispenser, zaten. Seeds. Oeh, kun je dit eigenlijk breken? Oh nee, wacht, adventure mode. Shit in de fluss, ik kijk even of er stuff in zit. Nee, Kelvin, er zit niks in. Nee, er zit niks in. Wacht. Er zit een hop eronder. Waarschijnlijk moet je iets inleveren. Oh, wacht. Uiteindelijk moet je iets geven aan hem, denk. Oké, ik kijk wel even token list. Village area 1. 1 token of seeking zou je krijgen bij die windmail. Oh, dat staat er ook allemaal bij. Ja. Oké, dat wheat destroy heeft geen zin. Ah ja, token of seeking. Dus nu gaan we eerst naar de tower klok, want dat zeggen ze dat we naartoe moeten. Dan zou je moeten krijgen... Oh shit. 2 tokens zag ik staan. 1 token of seeking, 3 tokens of seeking. Oh, 1 token of solving natuurlijk. Oh, oké. Okay. 3 tokens of seeking. Tyho. Hello there, Avenger. As you have probably noticed, we have a serious problem. You see, it isn't just a clock tower. This is THE clock tower. It doesn't measure time, it actually is time.
Okay, heel vaag. However, the clock seems to have frozen at dusk, and the sun is stuck hanging, not quite dropping, below the horizon. I appreciate your angerness to help, but before I tell you more, you're going to have to prove you a trusty wolf. What? You're going to have to prove yourself trusty wolf, you're sort of capable of getting things done. Head into the village and help some locals out. If you get at least 5 tokens of gratitude, then put this in the chest beside me, I will tell you more. Nu zit ik te denken, ik heb mijn facecam echt gewoon recht boven de chat gezet, zo waarschijnlijk kunnen jullie helemaal niks lezen. Just ask about the village, you could check in the nearby guard tower, the major house. Ik ga echt even de tekst al groot te zetten. The major houses, the windmill, the farm, and any of the houses nearby. Okay, dus we moeten wat locals helpen en dan zullen we tokens krijgen. Oh, dat is 5 tokens of gratitude en die moeten we in die chest houden, oké. Die bestaan helemaal niet. Gewoon 5 tokens krijgen en die moeten in de chest. Oh, wacht, ik heb er nog op gedrukt. Ja, maar nu haal het liefst 5 tokens of gratitude. Er staat ook echt tokens of gratitude. Ja, maar... Ben je naar boven gegaan? Ja, want je hebt ook tokens of seeking, dus... Als je gewoon rondloopt, zou je ook tokens moeten kunnen vinden. Als jij het zegt. Ik heb een pauker gevonden. Helemaal bovenaan. Ja, je ziet er ook gewoon in de chat als ik op een knop druk. Ja. Heb jij een letter to Juliet gekregen? Ik heb iets aangedrukt en ik heb geen idee wat het doet. Ja, volgens mij hebben we wel iets gevonden nu. Oh shit. Maar heb jij zo'n letter gekregen? Nee. Oh ja, dan heb ik hem alleen maar gekregen, dan moet ik dat doen. Nou, dan moet je hem voorlezen. Er staat niks in, die moet ik bij iemand inleveren. Bij wie? Heb je trouwens al wat gevonden in deze kloktoren? Ik nog niet, jij wel. Welke kant ben je opgegaan? Weg. Ik donde zo. Ik heb iets gevonden. Token of Seeking, haha! Dat is 1. Nee, ik heb weg... Okay, 1 van de 5. Ik gooi hem per ongeluk weg. Wat? Weet je dat nou? Ja, maar ik heb hem nog hoor. Hoe ziet hij er trouwens uit? Welke is dat? Hier, ik heb hem op de grond gegooid daar. Oh, juk in mijn oog. Kelvin, die ligt op de grond. Ja, oké. Oh, fuck. Kelvin. Ja. Druk jij die buttons eens in. Volgens mij gaat er ergens iets open, maar ik heb geen idee waar. Aan de buitenkant misschien. Oké, ik kijk even aan de buitenkant. Ja, ik ben al... Oh, wacht. Ga jij naar buiten? Ja, ik ga naar buiten. Jij moet naar binnen. Kijk, jij moet op die knop duwen. Ik op die knop drukken. Ik drukte net op, zie je wat? Ik deze keer wil ik geen piste bewegen, zeg maar. Maar wil het af. Bon. Wacht, ik hoorde iets. Wacht, doe het nog eens. Nog ik. Nog een keer. Nog een keer. Oké. Helemaal hier en ik hoor het nog. Ik heb iets gevonden. Oh, dat opent hij dus. Ja, je hebt nu ze dicht. En nu... Het is nu weer open. Oh ja, dus inderdaad... Token of Solving! We hebben er weer één. Ja, maar daar heb je inderdaad 2 personen voor nodig, denk ik. Nee. Nee, het is geen of het is geen van teamwork. Oké, dus we hebben nu 1, dan jij hebt nog 1, oké. Dus we hebben nu 2 tokens. Ik zou hier niet naar beneden springen, dan ben je toch redelijk dood. Ja, een beetje maar. Ik neem de echte weg naar beneden. The real way is parkour. It's going to be a lot better. Ouch. Ok. Exit to time storage. Nou, dus zover zijn we nog niet. Dus. Nee. Oké, dus we moeten terug naar de mail. Of nee, naar... Nee. Ja, oké, maar jij had een of andere letter gekregen ofzo. Waar moet die naartoe? In the village.
Naar een of andere Juliette, naar iemand. Oké, okay, Juliette, dat klinkt als een heel vrouwelijke naam. Juliette Dwelling. Volgens mij hebben we de plek gevonden. Oh, a note from Amy. Oh, thank you, thank you. En graag gedaan. Hij pakte hem uit mijn inventory. A token of gratitude. Ik heb een token of gratitude. Ja, waarom krijg jij hem nou weer? Het is een slijmbal. Oh, er zit wat in de furnace. Wat zat eten. Erin? Eten, maar we hebben al constant honger. Of Oké, okay, ik heb ook 5 bread namelijk. Die heb ik gestolen uit de woodmail. Is dat weer hetzelfde met hem? Een beetje alles tegen. Wat heb je gevonden? Hoor je dat niet? Oh, hij heeft een nummer aangezet. Ja, mijn bedden die buggen een beetje in deze adventure. In deze texture pack dus. Of resource pack, hoe je het ook wil noemen. Heerlijk. Oh, oké, rondkijken. Op zoek rondkijken, naar op naar de volgende huis. Time Stewart's home. Furnace. Ja, we moeten 5 tokens in totaal hebben. Ik heb er 1, je hebt er nu 2, dus. Wacht, nadat we die Time Stewart hadden gezien, moesten we toch naar de... Hello, Death Stranger. Kevin, waar ben je? In dat ene huis met 2 deuren. Oké. Okay. Say would you like to help me out, return for a token of zo. Naar Askustown, Noordwest, Beyond the Stone Monument. Is an old dark house. Some long abandoned gold mines. Worth of fjord, which are very dangerous. I mean, the house. Should condemned. Wat? Wat betekent de laatste? Ja, oké, ik weet niet wat betekent. The owner hasn't been seen for many months. And always had dark air about. Oké, wacht, ik ben te langzaam. See if you can find your way into the dark old place and bring the deeds back to me. Follow the broken path past the stone monument. Oké, past the stone. Oké, nou dan gaan we dat maar doen, denk ik. Ah, we gaan nog eerst even rondkijken. Nee, anders zijn we straks alles vergeten. Volgens mij zie ik een stone monument. Ja, dit is het oude pad al. Oh, dit is broken path. Wacht. Ja, volg gewoon deze bedrock dingetje. Token of Seeking! Serieus? Ja. Yeah. Lekker bezig. Ja, daar heb ik gewoon een oog voor. Oeh. Private property, keep out. How about now? Ja, ik denk dat we een weg naar binnen moeten. Jij opende net iets. Ik open het, ik heb geen idee wat ik heb geopend. Ja, een piston deur. Oh, found it! Wacht even hoor, ik loop even om. Ah, wat? Nee. Even pistol, nee. Nee, Kelvin, er is misgegaan, nee. Invalid book tag. Er had iets moeten staan. Daar had sowieso iets moeten staan. Onze book tags werken niet. Dan moeten we maar in die snapshot gaan even. Wacht even hoor. Ik log even heel snel uit en ga kijken of je het in de snapshot wel doet. Ja, maar je hebt... Ik heb die snapshot wel. Die oh, ja oké, okay, dan blijf ik nu gewoon zo op mijn gemak. Ja, dan blijf ik hier lekker wachten. Oh, Minecraft opstarten. Heb je trouwens ook al Windows 10 gereserveerd? Ja, natuurlijk. Zag het in één keer van de week. En toen kreeg ik vandaag zo'n mailtje binnen. Ja, Windows 10 is nu gereserveerd. Oké, leuk. Dank. Oh, daar heb ik nog niet eens naar gekeken. Want ik zal tegelijkertijd wel eens kijken, want ik moet toch wachten op Kelvin. En jullie vinden het waarschijnlijk heel interessant om mij te zien staan met een glimmend boek in mijn hand. Omdat het lijkt dat hij geenchant is. 14B, 27B, hè? Ja. Nee, 21B. 21B was het volgens mij. Eens kijken hoor, want dan moet ik mijn mail hebben. Kut is, dan heb ik alleen geen Optifine meer. Dat is een beetje jammer. Nee, dat is kwalitatief uiterst teleurstellend, Kelvin. Waarom maak ik er nou weer kut van? Ik zei dat is jammer, jij gelijk me kut. Oh, sorry. Wacht, eens kijken, staat hij bij reclame of zo? Play this map on snapshot 21B. 21B, oké, okay, of 14B, 21B. Ja, oké, okay, doe jij dan maar dan.
Dan mag je alle boeken voorlezen. Dat betekent jaar 14, week 21, versie B. Minecraft is crashed. Ah, misschien werkt die snapshot niet meer. Ready to download and play Minecraft 21b. Of 14b, 21b. Zal ik anders ook... Wacht. Kan dat überhaupt wel? Want de server staat namelijk op 1.8.3. Ik ben nog niet eens... Nee, ik kan hem niet eens opstarten. Gewoon de versie zelf. Oké, nou dan hebben we dus een probleem. Ga lekker. Hoe gaan we dit doen? Ik ga kijken of ze gewoon... Even kijken hoor. Kijk of ze je code ergens online hebben staan. Ik ga eerst dus gewoon 14W20B proberen. Gewoon even iets oudere snapshot. Kijk of die het wel doet. Het ziet er niet uit alsof je hier ergens een kant op kan. Misschien gelijk naar links of zo. Maar Kevin, heb jij al zeg maar rondom het huis gekeken? Nee, nog niet. Oh ja, ik namelijk. Snap. Ik ga even googlen. Minecraft. Snapshot. Googlen, we maken geen reclame, we gebruiken veel gebruik. 21b. We maken veel gebruik van Google. Want Google is pro. Let's see what we're gonna do about it. Heb je iets gevonden, Kelvin? Nee, ik krijg gewoon een update. Wacht, ik zit nu in adventure mode, zo te heel zien. Heel Minecraft doet het niet. Misschien moet jij ook maar even kijken of jij die versie kan krijgen. Ik heb een beter idee. Even kijken, ik kan nog steeds niet zien. 21b was released to fix a crash related to item frames in de 21b21a snapshot. Oké, leuk voor je. Oké, dus dan deze. Geef een nieuw profiel wel maken, want deze heet nog Optifine. Ik denk dat daar fout gaat. Deze, deze en deze ofzo. Oké, mensen, jullie hebben helemaal niks gezien. Volgens mij zien we momenteel helemaal niks meer. Oh, eigenlijk wel hoor, want ik ben ook gewoon nog aan het spelen. Bam. Oh, eerst moet ik deze weg doen. Had ze plat, ze flikkert er gewoon lekker uit. Okay, ja, kom dan maar gewoon terug in de game dan. Zo, kun je nu alweer zien wat er in het boek zit? Maar ik heb wel de code. Hoe kom je aan de code? Geen idee, ik heb hem gewoon gekregen, ineens plotseling. Internet. Ja, bijna. Kom dan maar gewoon online. Ja, hij crasht gewoon constant. Ook gewoon met 1.8. Even, ik doe zo meteen wel even mijn oude update. Maar... Gewoon 1.8 komen. Moet lukken. Oké. Okay. Oh. Ik moest bijna niezen. Maar niet helemaal. Hey, dat is positief. Oh, hij doet het. Oké. Okay. Jouw server staat op 1.8. Ik kan niet eens komen. 1.8.3 zelfs. Ja, nou ja, wacht, misschien is dat wel een reden waarom die het niet doet. Maar ik weet niet of er überhaupt servers van Snapshot zijn. Ja, je kan downloaden. Ja, ik kan hem maar gewoon terug online dan. Ja, we gaan het wel gewoon anders doen. Moment, ik ben even aan het zoeken waar mijn profiel staat. Nee, kut, wacht even. Kelvin, schiet op. Rust jij. Hey Kiwi. Ga lekker je kat haaien. Kom eens meisje. Kom eens Kiwi. Oh. Kijk, dit is mijn kat Kiwi. Pushen. Oh, ze kan onthaagd. Ze is aan het verhagen. Dit is echt handig. Oh, je wil naar buiten? Ja, dat mag niet. Nee, zo vals ben ik niet. Hier, loop maar. Zo. Ja, hij is opgestart. Ja. Ondertussen drink ik lekker wat. Al mijn cookies zijn op, dus ik heb niks te eten. Maar dat komt nog wel. Join the game.
Wat was het volgens mij? Was het R-E-H-A. Zo, oké. Let's go. En jij hebt die code van internet? Nee, niet van internet. Oeh. Het eerste wat wij doen, gelijk kijken of er echt... Oeh. Dat is echt een nice painting. Calvin. Ah, die kan ik ook niet terugplaatsen. Dit is echt een ramp. Hier, Thijs, ik heb voedsel voor je. Oh, lekker. En ik heb nog geweldige voedsel voor je. Pufferfish. Als je die opeet, dan flip je hem echt helemaal. Je hebt een token gevonden, hè? House deeds. Oh ja, die had die major nodig. Ah. Nou, daar hebben we die ook weer gevonden. Hey, hier heb je je pufferfish terug. Oh, bedankt. Weet je wat ik nu wel zit te denken, hè? Oh. Waarom is dit een ander soort hout? Of... Oh nee, wacht, laat maar. Er zit waarschijnlijk gewoon licht onder zo'n of andere bug, denk ik. Calvin. Dit hout waar ik op sta, hier in het hoekje, is dat bij jou een andere kleur? Zelfs een andere vorm helemaal. Oké, dan wil dat eigenlijk misschien iets zeggen. Misschien, maar... Er zit nergens liever, denk ik. Oh, dat wil ik niet. Ik wil niet in bed liggen. GG thuis. Oh, kut. Ik donder net naar beneden. Is niks te zien, hoor. Nee, niks te zien. Oké, ga weg. Op naar de burgemeester. We're going on a trip to our favorite. The Monument of Time. Oh. Oh, wat mooi. Waarom is eigenlijk... Kijk, ik vind die klok wel echt awesome gebouwd. Ja, hè? Stained glass. Oh, dit is de burgemeester. Dus dat boek moet ik hierin houden, toch? Ja. Ah, amazing work. Amazing work. The gold mine in that place. Ik had allemaal steeds de rich. Ik had allemaal steeds... Joke, of course. Finish gratitude. Take a token of gratitude. That's thanks. Oké, okay, nice. We hebben een... Weer een... Oh. Hoe heet hij ook echt? Heet hij ook echt een... Remember our little secret ride. Nee, ik vertel tegen iedereen die ik tegenkom. Hoe heet die token nou precies? Token of gratitude. Oh kut, dan moet ik ook echt 5 quests doen voor die tokens, oké. Ja. Kom, dan gaan we nu... Wacht, wat is dit voor iets? Wat is dit voor toren? Ik ga Time Stewards Home. Het is leeg, omdat die gast ook ergens anders was, maar... Kijk, nog even rond voor shit. Voor stuff bedoel je? Ik heb een token of seeking. Hoppakee. Oh, ze stekken trouwens. Oké, mooi zo. Dan gaat mijn hele inventory in ieder geval. Ik heb een man. Ah, adventure. I have a task for you. Nou, kom maar op met die task. Just behind this tower, the keeper's cottage. Ja. Calvin. I hear rumors that within the house lies a secret entrance to the old escape tunnels built during the last war that run under the entire city. It could come in very useful for a bishop center of mine. See if you can find anything and report back to me if you do. Okay. Okay. Fuck. Muren. Okay, wat zijn ook alweer allemaal? Just behind the towers, keeper's cottage. Okay. Yeah. Is dat dat huis? Nee, dat ziet er niet echt als een klein huisje, denk die. Maar even kijken of hij zo heet, hè, Hans? Ja, dit is hem. Nee, dat is Elsa's farm. Klopt. Dat is niet de goeie. Nee, dat weet ik. Zeg dan niet dat het hem is. Doe ik pest jou. Oh, Keeper's Cottage gevonden! Als dit al een cottage is, jezus man. Wat godhuis. Niks in de furnace. Ik heb wel een chest. Ja, nou, denk ik. Token of Seeking! Daar is er een button, maar hij doet niks. Gaat de lamp uit? Nou, ik hoor niks.
Nee, ik ook niet. Hey. Misschien heb ik iets gevonden. Ja, misschien wel, hè? Ja, misschien wel. Just by the toast, keep a scotters, I heard rumors that within the house lies a secret entrance to the old escape tunnels. Nou, you've discovered an os. Report to Captain. Nee, niks te. Ik wil de hele place illegaal en ik heb echt geen idee. Levers. Levers, whatever. Oké, wacht, we gaan alle combinaties proberen. Calvin, eerst alles naar boven doen. Oh, alles naar boven, ja. Oké, dan doen we die naar beneden. Dan doen we die naar beneden en dan die. Moeten ze allemaal tegelijkertijd doen, waarschijnlijk naar beneden. Ja, ja, we moeten een code hebben. Ja, misschien wel. Kijk of hij hier verder kan. Nee, loopt hij hartstikke dood. Hij is erin gestort. Ik liep over een pressure plate heen. Waar zei dat? Thijs! Oh, er is er ergens een pressure plate. Dan gaat dit ding open. Ja, ik sta erop. X00X0. Oké, de code. Moet je even aankijken. Staat X voor aan of uit dan? X00X0. Ik sta waarschijnlijk voor aan. Oh, ik hoor iets open gaan. Ja, oké, we hebben een token of solving. Nice! Waar? Die heb ik net gekregen, die viel hier al uit het plafond. Oh, oké. It fell from the roof. Nou, dan gaan we nu naar die man toe met zijn. Die het zo graag wilde weten. Dan zijn we toch weer goed bezig. Er zijn een hoop rare mensen. Die burgemeester die allemaal goud uit die ene mijn hebben. Dan heb je dan man die wilt hier de. Hoe noem je die? Die wilt hier zeg maar die gangen, geheime gangenstelsel in. Zeg van alles wat. En dan heb je een brief die we niet eens mogen lezen. Alle boeken die zijn gewoon zo gecodeerd dat wij ze niet mogen lezen. You found all tunnels, they do exist, amazing work! Ik heb verkeerd gelopen. I'm sure clear the cave in and put those tunnels for good joke for my, let's just say, import-export business. Oké, hij gaat drugs krijgen. Is ik al bang voor. Ja. Yeah, potion of gratitude. Oké, dus, waar gaan we nu naartoe? We kunnen nog naar rechts. Er is hier nog zo'n huisje, Wizard House. Of we kunnen helemaal naar die farm toe. We gaan naar die farm, dat is lekker ver weg. Token list, ik kijk wel even. Wel onderweg. So let me go. Au. Je viel. Ah, oh. De lichaam is gemaakt van hey. Dat vind ik zielig. Ja, die is dood. Klik nou gewoon op de button. Oh, strangers, please could you help me? I've lost my cat. There's a token of gratitude waiting for you if you return with my cat. Maybe hiding around the house somewhere. Oh no, perhaps one of the animal. Pens outside. Or the graveyard. Oké, je bent je kapot kwijt. Ik heb hem. Wat? Nu al? Wat? Cheater. Calvin, kom hier naartoe. Calvin. Waar ben je? Yo. Kom hier naar achter. Ja? Jij moet even op die andere pleasure plate gaan staan daar. In die hoek. In die hoek! Bam, token of teamwork. Ja, token of teamwork. In die hoek gestaan. En vervolgens pakt hij zelf de token of teamwork. Ja, het was nog teamwork. Had je nodig. Vandaag. Oké, dus we hebben nu een kat. Waar moeten we die indouwen, die kat? In de gezicht. Oké,
Oh yes, that's it, my cat. Ik heb jouw cat in de music player gedouwd. Echt gewoon goed. Nu wil ik die token nog. Give me the Into token, the bitch. Dissonance, smiling. Hallo. Tickle, tickle, tickle. Wait for it. Next, ik wil niet wachten. Ik wil mijn token. Geduld, Thijs. Here it comes. En drop. Als ze dat al een drop in de muziek vindt, holy shit, dat gaat niet goed komen, ha. Ha, kap hem. Oh, yes, your reward, heer. Yay, ik heb token. Is hier boven nog... Oké, wacht, wat is dit? Dat was de painting die hier van de muur af gooide. Oeps. Maar hierboven ligt niks, of wel? Niet echt. Niet dat ik heb kunnen zien. Oké, dan gaan we weer weg. Dikke mix, jongen. Oh, oké, token list. Village area 1. We moeten nog één of gratitude hebben. Eén token... we hebben clock tower gehad. Julian's dwelling, Major's house. Amy's abode, Time Stewards home, Keeper cottage, tunnels. We hebben nog die wizard home niet gehad. Nou, dan gaan we daar nu naartoe, hè. Thans, ik ben eigenlijk onderweg. In principe ben ik er al bijna, maar dat maakt niet uit. Ja, wacht even bij. En we zijn 1 minuut... En... Voordat we hier naartoe gaan, sluit ik deze episode af. Want we zijn er een half uur bezig. Dus, in ieder geval allemaal bedankt voor het kijken. Voor mensen die willen kijken, die durven te kijken, die nog steeds kijken, die niet al afgehaakt zijn. En de volgende episode gaan we de wizard. Gaan we eens kijken wat hij allemaal te zeggen heeft. En wat hij wil. En dan gaan we kijken of hij onze 5 tokens of gratitude bij onze man daar in die hoge toren kunnen inleveren. En dan zullen we helemaal wat krijgen, dus tot de volgende keer. Stop daar ook gewoon mee recorden, dat is makkelijker. Dan hoef je niet alles te editen sowieso. Anders...